Yo, what's up guys? Leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe video. En vandaag gaan we het hebben over God of War. En ik geef je gelijk drie redenen waarom jij God of War uit 2018 moet gaan spelen als je dat nog niet gedaan hebt. De eerste reden is vrij simpel. God of War uit 2018 is sowieso één van de beste PlayStation exclusives ooit gemaakt. Punt. Eigenlijk heb je niet meer reden nodig, maar whatever. Komt-ie. De tweede is ook vrij simpel. De game is op dit moment gratis, tussen aanhalingstekens dus, binnen te hengelen via PlayStation Plus. In de PlayStation Plus collectie zit God of War en jij hebt PlayStation Plus nodig, wil je online gamen op PlayStation. Dus grote kans dat je dat hebt, grote kans dat je die game dus ook gratis kan binnenhengelen. En de derde reden is eigenlijk de reden waarom we deze video opnemen. En dat is ook vrij simpel. Er is deze week een Next Gen patch uitgekomen. Dat is fantastisch nieuws. Dus wanneer jij nu God of War downloadt op je PlayStation 5, dan krijg je de Next Gen variant. Ik zou niet gelijk zeggen echt de Next Gen versie. Het is gewoon de PlayStation 4 game, maar met een aantal leuke voordelen. De originele game die had twee modes. Een quality mode en een performance mode. En die quality mode zorgde ervoor dat je de game kon spelen in een dynamische 4K resolutie, maar gelokt op 30 fps. En de performance mode die had een unlocked frame rate. Ongeveer rond de 45 frames per seconde, maar met best wel veel dips daartussenin. En volgens mij was de resolutie toen gelokt op 1080p. Nu heb je eigenlijk zeg maar het beste van beide werelden. Je hebt de dynamische 4K resolutie gecombineerd met 60 fps. En ik denk dat dat er echt fantastisch uit gaat zien in God of War. Dus laten we er snel in gaan duiken. We zitten hier in het hoofdmenu van God of War. En zoals je kunt zien, ik heb de game al uitgespeeld. En dus is er nu Nieuw Game Plus beschikbaar. Ik heb dat nog niet eerder gedaan. Ik weet niet wat er anders is bij New Game Plus. Maar we gaan het bekijken. Hier heb ik hem klaarstaan. New Game Plus will start a new game with equipment, XP, hex silver and purchase items from this save data. Are you sure? Yes. Nieuwe game data. En ik denk dat velen van jullie dit ook wel zullen hebben. Die de game natuurlijk al in 2018 hebben gespeeld. Ook een goed moment om te checken of de laadtijden een stuk verbeterd zijn. Ik denk dat we kunnen stellen van wel. En dat is tof, want deze game heeft verder geen laadschermen meer. Dit is één enkele scène vanaf dit punt. Ik zat de hele tijd vierkantje te drukken. Het is R1. Eerlijk jongen, deze PlayStation games die toveren zo'n glimlach op mijn gezicht. Niet normaal. Het mag dan wel last gen zijn, maar wat ziet het er prachtig uit. I found some. Get in the boat, boy. Die stem ook, joh. Insane. Echt insane. Oh.
Ik begin nu al gelijk weer te kriebelen, man. Deze 60 fps is echt voor mij een goed excuus om de game nog een keertje te gaan spelen. En misschien gaan we dat wel doen op stream. Zoals je weet, we zijn nu The Last of Us 2 aan het spelen. Mocht je dat hebben gemist, je kan het allemaal terugkijken op twitch.tv/koosgikka. Waar we in één ruk The Last of Us Part 2 uitspelen. Ook een belachelijk vette game. Voor mij mijn eerste playthrough. Gelukkig alle spoilers nog kunnen ontwijken. En echt een mind-blowing game ook weer. Ik begrijp. En ik moet zeggen, ik ben pas net over de helft hoor. Maar ik begrijp vooralsnog vrij weinig van de vele kritiek die er op die game is. De game is natuurlijk gereviewbombed ook. Different. Everything is different, boy. Ik moet wel zeggen, dit water ziet er wel echt veel slechter uit dan dat ik me kan herinneren. Moet hij hier alweer zijn? Ja. Was ook een prachtig begin. Ik moet zeggen, dit was ook mijn allereerste God of War game. Althans, de eerste die ik echt gespeeld heb. En natuurlijk, God of War kent zijn roots echt op de PlayStation 2. En die games, ondanks dat ze echt bejubeld werden door velen. En ik zeg niet dat het onterecht is. Was het gewoon nooit echt een game voor mij. Het had geen appeal. En het kon me ook niet lang genoeg interesseren. Ik vond het net... misschien is het vloek in de kerk. Ik vond het een beetje saai. Ik vond het niet heel erg tof. En dit heeft het echt voor mij op zijn kop gezet. Die typische Sony-saus die ze eroverheen gooien. En ik vind het heel knap hoe ze de game opnieuw hebben kunnen uitvinden. Het is echt een reboot van de serie. Niet zomaar een sequel. Mocht je nou toch echt voor de cinematische ervaring gaan. Je kan. Ik kan me niet voorstellen waarom je dat zou willen. Maar je kan de game alsnog op 30 fps zetten. De PlayStation 4 Pro mode, zeg maar. En de game had al twee verschillende modes op de PlayStation 4. De performance mode en de quality mode. Ik heb hem eigenlijk altijd op de performance mode gehad. Dat had er gewoon simpelweg mee te maken dat die... solide was qua FPS. Ik kan slecht tegen variaties in FPS. Daar stoor ik me echt enorm aan. Dan voelt het echt alsof het stottert. En de performance mode toen zat om en nabij de 45 FPS of zo. Maar af en toe 60. Af en toe helemaal terugzakken naar rond de 30. Het was niet mijn ding. Dus ik was full on quality mode. En deze combineert het beste van beide. De muziek ook, joh. She's ready. Fantastische voice acting. Fantastische muziek. Fantastische combat. Epische boss battles. Maar ja, dat ken je natuurlijk wel van God of War. Echt een meeslepend verhaal. Find your way home. Emotioneel ook. En alles draait om die vader-zoon band tussen Atreus en zijn vader. Kratos. Ik was even zijn naam kwijt. Deze scène deed me altijd denken aan Darth Vader, man. Op Endor.
slaat nergens op, I know. It's just the nerd in me. The Star Wars nerd. En nog blijven vasthouden. I'm sorry. It's okay, boy. Squeeze. This knife. It was hers. Now it is yours. What you thought? What she knew. Show me. Now? Now. What are we hunting? You are hunting deer. Which way? In the direction of deer. Okay, this way. Sowieso qua verhaal. Wat ik zeg, het draait om de band tussen vader en zoon. Maar zoals je ziet, die is op dit moment nog best afstandelijk. Vader? Het is dan ook echt een zoektocht. I need to know you can survive. Over leven naar de dood. Then we leave for the mountain. En hoe nu verder gaan? Hunt. What did you find? Tracks. Not deer though. I'll keep looking. En zoals je ziet, de graphics zijn echt, echt fantastisch. Ik denk, more tracks. Yeah. Voor mij, persoonlijk. God of War, good. Samen met Final Fantasy VII Remake, now what? Toch wel echt de beste game voor PlayStation 4, qua exclusive die ik heb gespeeld. Sorry, wat moest ik doen? Ik zit heel even niet op te letten. Gewoon springen. This way, boy. Hop. Oh. Wait, deer tracks, they're fresh. Zoals je kunt zien, ik record het uiteraard in 4K, 60 fps ook. Het beeld is echt haarscherp. Ah! Found it! Slow down, boy. Sorry. You are hunting deer, not chasing it. Yes, father. Wijze lessen van je oude heer. Ze noemen ze dat toch? We broke our bridge. How are we gonna get across? Step aside. Gooi onze axe. Go. Wow. Go. We krijgen hem ook weer terug. Oh. Grab it here. Zo. Hele toffe mechanic trouwens. There it is. Hold. What are you doing? Now his guard is up. Only fire. Only fire when I tell you to fire. I'm sorry. Do not be sorry. Be better. Find it. Find it. Find it. My bow! Kijk, daar zijn ze! You are not ready! Stay back! De combat voelde echt enorm satisfying. Oh.
Kratos, alleen de combo's echt absoluut niet meer. Dus het kan er een beetje dodgy uitzien. Maar dat komt vanzelf wel weer. Oh, wauw. Die had ik niet kunnen blokken. Oké. Even opwarmen dus. Even opwarmen. Ook al is het New Game Plus. Oké, we laten ons niet nog een keer verrassen, toch? Ik probeerde die parry even uit, maar dat kon dus niet bij hem. Nu deed ik een blokker, maar als het goed is, kan je ook parryen. Hey. Hoe dodge je ook weer? Zie je, dat rondje. Deze kills zijn heerlijk, man. Dat was ik heel even vergeten. Kan dus als je ze bijna dood hebt gemaakt, kan je finisher gebruiken. En dan trek je ze uit elkaar, zoals dit bijvoorbeeld. Ja, dit was hem. Oh, nog eentje. Alleen even kijken hoe ik kan dodgen, want dat gaat nog echt mis. Hoe dodgen? Ah, kruisje is dodgen. Wel bijna dood, maar dit is een health pick-up als het goed is. Ja, kijk. We komen er wel. Fietsen verleer je nooit, zegt ze wel eens, hè? You went to the old temple. But mom told me never to go in there. We do what we please, boy. No excuses. Ik heb nu al heel erg veel zin in die boss battle van straks. Can I have my bow back now? Yes. Can you hit it from here? We should get closer. Hij leert. I went hunting with mother a bunch of times. Never wanted to take me. Why now? It was her wish. And it was time. Okay. Zo satisfying om die gasten aan elkaar te trekken, jongen. No pun intended. Hey. Uh-oh. Oh, weer bijna dood, hoor. We spelen op normal, niet op hard. Wat doe ik verkeerd? Ik doe iets verkeerd, maar wat? Oh,
Als ze dus in de fik staan, kan je ze dus niet raken. Dat is één ding wat duidelijk is. Hupsakee. No mercy. Oh, we zijn wel klaar. Was dit hem? Ja. It's opening. You froze it in place. Clever. Ja, dat weet ik nog wel. So. Nice. Where are you going? Ik ben slecht geworden in die game, man. Ik schrik er wel een beetje van. It. We can. Cool. Maar wat ik zeg, er zitten echt heel veel moves in. Die ik echt allemaal vergeten ben. Want er is een hele skill tree die je kan uitbouwen. Father, look. Verschillende combo's maken met wapens. Wait for my mark. Relax. Do not think of it as an animal. It is simply a target. Clear your mind. Feet solid. Steady yourself. Oh, daar moet ik mee voor. Exit. I got it. Good. Nou, je ging wel heel makkelijk down. Ik denk ik moet op zijn kop mikken, maar. It's still alive. Kill it. Your knife. No. Finish what you started. Heftig moment ook dit hoor. Ik kan hem ook niet zo laten leiden. Hoe die zijn laatste adem uitblaast, jongen. Het is veel. Dit is de boss battle waar ik het over had. Oh, dit wordt echt dramatisch. Dat kan ik je nu al vertellen. Yep. We have no choice. Ik weet ook niet meer wat de tactiek was daarvoor. Ik weet nog in de... Oh, oh. Ik weet nog in de GameKings Let's Play was ik deze echt zo hard aan het cheesen. Ben je niet in die rage mode? Damn it, fall! Nee!
mijn sprint al ingezet. Die was goed getimed. Want ik noem het een boss battle, het is helemaal geen boss battle. Maar wanneer je deze game net start, voelt dit als je eerste boss battle. Maar later moet je tegen nog meer van deze gaan spelen. Maar meerdere tegelijkertijd zo. Hey! Oh nee! Ik was echt deze zwaar aan het winnen. Oké, eind goed, al goed, maar kantje boord. Hakken over de sloot. Boy. Ja, nu moet je niet ineens de held gaan spelen. Boy, look at me. Look at me, boy. Boy, look at me. Nee, prachtig. We did it. You are not ready. You are not ready. What? Are you serious? Yes. I found the deer. I proved myself. How am I not ready? We are going home. I haven't been sick in a long time. I can do this. You are not ready. Kijk, en dit was het begin, jongens. De opening van God of War uit 2018 van Santa Monica Studios voor de PlayStation 5 nu. Een next-gen patch dus, 4K 60 fps. Ga het checken. Als je het nog niet hebt gespeeld, ga het checken. Dit is echt één van de beste games ooit gemaakt. Zeker één van de beste PlayStation exclusives. Dit moet je gespeeld hebben. En nu heb je... des te meer reden om deze op te gaan pakken. Want deze patch maakt hem gewoon net dat kleine stukje beter. Bedankt voor het kijken naar deze bijzonder mediocre gameplay van mij. Ik had beter heel even kunnen oefenen voordat ik deze aanslingerde. Maar dat mag de pret niet drukken. Mocht je dit nou een leuke video vinden, vergeet dan niet dat duimpje omhoog te doen. En ook niet om te abonneren. Heb je dat nog niet gedaan althans. Bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Later.